De 36e zwemvierdaagse stond geheel in het teken van UNICEF. En dat was dit jaar wel heel bijzonder. Er waren ruim 200 deelnemers en deze hebben de hele week hun baantjes gezwommen. Tijdens de zwemvierdaagse zag TV Meijerij met verbazing twee jeugdige talenten op het gebied van film en entertainment, die mogelijk de toekomst van TV Meijerij veilig kunnen stellen. Wij besloten dat het de moeite waard is u dit te tonen. Cameraman Bas Gibbels en interviewer Luc Santegoets. Hoeveel deelnemers hebben we dit jaar ongeveer? Nou, we hebben precies 212 inschrijvingen. Ongeveer net zoveel als afgelopen jaren. Dus de aantallen blijven ongeveer hetzelfde. En dat is een goed teken. De Royse jeugd zwemt in 4 dagen tijd hun afstanden voor het goede doel UNICEF. Elke dag zwemmen de kinderen 10 of 20 baantjes, afhankelijk van hun leeftijd. En daarmee maken ze hun 4 dagen vol. En de afsluiting, hoe gaat die dan? Vrijdagavond hebben we voor alle deelnemers een disco-zwemavond. Waarbij ze gewoon vrij kunnen zwemmen in het bad waarbij onze DJ voor muziek zorgt. Ik heb hier een viertal dames gevonden. Wat zijn jullie namen? Elle, Aniek, Fleur en Loes. Wat? En jullie zien er ook echt uit als zwemtalenten. Hoeveel banen hebben jullie al gezwommen? Honderd. 100. 140. 100. U ziet hier allemaal mensen die hun kinderen of hun familie komen aanmoedigen. Deze kinderen moeten namelijk veel zwemmen en mogen best wel wat aanmoediging gebruiken. Best wel aardig van al die ouders en zo. En vind je het leuk hier op de zwemvierdaagse? Ja. Heb je al vaker meegedaan? Ja. Heel vaker of is het nog maar de tweede keer? Derde keer. Zo! En duidelijk veel baantjes zwemmen natuurlijk. Ja. En ga je vandaag veel zwemmen? 10 baantjes. Zo. En heb je al vaker meegedaan aan de zwemvierdaagse? 1 keertje. Is dit jouw eerste keer of de tweede? Tweede. Zo. Heb je al vaak meegedaan aan de zwemvierdaagse? Ja, al 6 keer. Dat is veel. En ga je veel baantjes zwemmen vandaag? Jazeker. En vandaag ook je oorkonde ophalen? Ja. En wil je ook nog de groetjes aan iemand doen? Ja, aan iedereen. Wil je toevallig de groetjes aan iemand doen voordat we verder gaan? Is goed. Aan wie? Doe maar aan mijn moeder. Oh, dat zou je moeder wel heel leuk vinden, denk ik. Vind je het ook leuk dat je dit allemaal voor een goed doel doet? Ja. En weet je toevallig wel goed doel dit is? Ja. UNICEF. Ja, hè? En zou je het leuk vinden om zwemmen als sport te hebben? Ja. Doe je dat nu ook al? Hè? Heb je zwemmen nu ook al als sport? Nee, dat niet. Oké, dan wens ik jou veel succes met zwemmen. We hebben bij Algo Geluk een hele grote schare aan vrijwilligers, zowel binnen de waterpolo als zwemmen. En dit jaar ook weer een hoop mensen aan het bad. Mensen in de hal voor de inschrijving, de medailles uit te delen, snoepkraampje, toezicht, alles wat erbij hoort. Het is hier echt de drukte bij de medailleuitreiking. Bijna iedereen is al klaar en wil zijn medaille graag hebben. En die hebben de meeste goed verdiend. Heb jij al alle 4 je stipjes vol op je kaartje? Ja. Dus daar heb jij goed doorgezwommen? Ja. En nu je oorkonde ophalen? Ja. Ik vind het knap voor jou dat je het allemaal al vol hebt. Dit was Luc bij de zwemvierdaagse in het zwembad de 0 2011. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Ik wel. En ik hoop tot volgend jaar. Ik wil nog graag mijn cameraman Bas bedanken voor al zijn camerawerk. En nogmaals, hopelijk tot volgend jaar.